twee maanden terug vertrokken naar op Start Intensive Program. Dus een soort van hele uitwisselingsproject naar de Filipijnen, naar het noorden van de Filipijnen, om aan innovatie te doen en via een interdisciplinaire weg innovatie en creativiteit te brengen in het landbouwsysteem en de agrotechnologie in de Filipijnen. Dus zoals jullie kunnen zien, waren we daar niet alleen. Er waren er multiple stakeholders aan verbonden. Natuurlijk, wij de bewerkers waren er aan verbonden met een viertal richtingen van energiemanagement tot toepassing en gemaakt tot wijzelf, netto-economist en ook IPO-student, die dus een eigen op de technologie. Maar ook dealers was er aan verbonden, hier vanuit Kortrijk. En daar zaten eigenlijk meerdere richtingen volgens in randen. Agrotechnologie enzovoort. Elektriciteit. Enzovoort. En natuurlijk was er ook een facilitator, de provincie West-Vlaanderen, die heet David Temmerman, dan die op het innoveerde. En natuurlijk ook de universiteiten van de Filipijnen, de Vietnamse universiteiten, die natuurlijk ook hun 24 studenten aangaat om dan te beginnen. In onze SIP hadden wij verschillende cases. De eerste case was biologisch meststof. De tweede case was een duurzame visserspot in de Filipijnen. De derde case die we hadden was om bamboeresten te hergebruiken. En de laatste case was eigenlijk een handelscentrum van een coöperatie genaamd Engelskaya, waar wij een aantal problemen voor zouden oplossen. Dus vanuit deze vier verschillende cases die we toekregen, waarbij dat we eigenlijk organisaties, coöperatieven, gingen gaan helpen om hun systeem, om hun proces te gaan verbeteren, zijn we eigenlijk eerst op een infodag geweest te plaatsen waarin dat we heel het proces, hun bedrijf, hun manier van werken, in gaan bekijken. En de eerste was het Payoga. Dat was meer bepaald om organic fertilizer, dus biologisch meststof, te gaan veranderen of te gaan verbeteren. Of hoe kunnen we daar de dagelijkse creativiteit gaan toepassen. En daarvoor was er natuurlijk eerst een inzicht nodig van hoe werken ze, hoe doen ze dat. Zoals je kan zien is het nog op een zeer klassieke manier, waarin dat ze hun biologische meststof dus op een soort van beds te braden leggen eigenlijk, om het dan om de zoveel tijd te draaien. En dus moest het ook zeven, maar het nog een zeer klassieke manier met twee vrouwen, normaal zie je dat daar achter staan, die tegen de zeven dan om dan naar de productie te brengen. En de productie vindt zich hier plaats. Eigenlijk nog allemaal zeer klassiek en zoals dat wij 15 tot 20 jaar geleden daar staan ze. En op deze, daardoor moesten wij een nieuwe idee brengen. Ga je een beetje vertellen over de water irrigator case? Dat was eigenlijk meer over waterzuivering en watercirculatie. Dus wat wordt dat in? Nou, dit is in de Filipijnen, dat zijn eigenlijk vissersponden die ze creëren, waarin er soms niet genoeg zuurstof is of er komen chemische stoffen in terecht. Vanuit de bespoeling, vanuit de rijstralen, dat ze bestrijden eigenlijk dat de chemische stoffen en de chemische stof komt in dat water terecht. Waardoor dat je vissterfte hebt, ook de sommering van de temperatuur, want het soms heel rap warm en heel rap koud kan worden samen in de Filipijnen. Dus dat eigenlijk dan de vissen een thermoshock krijgen, waardoor ze ook kunnen doodgaan. En de vraag aan hen was dus, hoe kan jij een oplossing geven om dat zonder haal tegenop te lossen? Dus wat wij gedaan, dan kom je terecht in brainstorm sessies met je groep vanuit verschillende richtingen, onder andere in IPO's dat ik en Agriculture Technology of zoiets, een Filipijnse richting die ook bij ons zat. En eigenlijk ga je op eerst met die cases en ga je aan het checken wat de problemen zijn en wat jij direct ziet als probleem, waarop je dan als team research gaan doen hoe je dat eigenlijk kan oplossen zo simpel mogelijk. Wat wij gedaan hebben uiteindelijk is, we hebben een blueprint gegeven, dus een soort van architect. Voor de rest, wat ik wil weten is dat er interessant is, want ik kom heel hard in contact met de locals.
leert de mensen dat ook effectief kennen op die manier. En ja, effectief ook gaan praten met Filipijn en het Engels. Eigenlijk gaan praten wat dat de onderdelen zijn, wat we willen anticiperen en zo. En op die manier kom je wel een beetje in contact met de cultuur en leren de mensen ook kennen. Dus het project waar ik toe bezig aan was, dat was de Boulevard Coöperatief. Dat was eigenlijk allemaal verschillende households noemen, dus allemaal verschillende gezinnen die daar oude banken binnen kregen en moesten dat gaan verwerken tot barbecue sticks. Dat ze gebruikt worden op de straten om daar vlees op te zetten en dan vulden ze dat en dan kochten ze dat zo door. Maar het probleem was dat de bamboe dat ze aankregen, die was in zo'n grote hoeveelheden dat ze daar barbecue sticks aan maakten. Dat ze enerzijds superveel waste overhouden, dus superveel, dat ze hier links onder zien, allemaal dingen waar ze niks mee konden doen eigenlijk, dat was allemaal geld dat ze verloren. Maar aan de andere kant verkocht is dat eigenlijk ook allemaal apart aan een aankoper. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat die veel te weinig geld kregen voor hetgeen wat die deden. Dat is als je een prijs een beetje omhoog wou doen. Dan wou niemand dat kopen omdat er zoveel verschillende aanbieders waren datzelfde product verkocht. Dus wij waren dan gaan zien hoe kunnen we met die waste iets gaan doen, kunnen we daar eventueel iets mee gaan spelen, dat we daar toch nog een product mee kunnen maken en kunnen verkopen. Of kunnen we eventueel het systeem veranderen, dat ze de sticks niet alleen aan één persoon verkopen, maar dat er eigenlijk een soort coöperatief in midden gaat staan. En dat we daarmee verschillende richtingen een beetje mee gaan spelen en gaan zien in de 2 weken tijd, totdat we daar een oplossing op gaan vinden. Mijn case was dat van Agriskaya Coöperatieve. Agriskaya is een overkoepelende coöperatie van heel veel verschillende boeren eigenlijk. En zij waren vooral, ze hebben een eigen winkeltje gemaakt, of ja, opgestart, waar ze verschillende producten van deze verschillende boeren verkopen. Deze zijn allemaal organisch eigenlijk, deze producten. Wij hebben eigenlijk een aantal problemen gevonden. Problemen qua besproeiing van de groenten, mest. We produceren natuurlijk organische groenten, wat ook betekent dat eigenlijk er geen pesticiden worden gebruikt in het proces van die groenten eigenlijk te kweken. Waar ook een heel aantal problemen bij komen kijken, want ook al insecten en zo op afkomen. Maar wij hebben ons eigenlijk gefocust eigenlijk op het probleem van het winkel, dat eigenlijk de verschillende producten in de winkel, zoals de rijst, eigenlijk niet super aantrekkelijk eruit zien om te kopen. Ook zijn ze niet herbruikbaar en het is niet echt gemakkelijk voor iemand om dat te hergebruiken. Of ja, het is ook niet aanlokkelijk om te kopen, dus we hebben ons eigenlijk gestort op het probleem van hoe kunnen wij een product nu verkopen, hoe kunnen we dat nu, hoe kunnen we dat in de maken, eigenlijk een beetje productontwerp hebben wij gedaan. En linksonder zie je al een voorbeeld van een van die groepjes, van hoe dat eruit, van een van de resultaten. In onze eerste week hebben wij verbleven eigenlijk in St. Mary's University. Dat ligt in Bayonbom. We hebben daar 1 week verbleven en dat was wel goed, denk ik. Ik heb ook verschillende studenten ontmoet van verschillende opleidingen. En, we zaten in dit gebouw hier, hebben wij als de jongens en meisjes van ons apart hebben hier geslapen in dat gebouw. En als je kunt zien hebben we een heel mooi uitzicht gehad vanuit de universiteit. Nog wat foto's. Van de 2e week zijn we naar een andere plaats getrokken. Dat was iets meer naar het noorden dan. En daar kwam ik richting de Staatsuniversiteit. Dat was eigenlijk een heel andere soort universiteit dan de eerste universiteit. En je merkte daar ook wel aan de soort mensen dat daar rondliepen en hoe ze daar rondliepen. De kleding was daar al heel anders, de mensen waren daar ook iets meer open-minded. Dat was ook wel tof, je zat echt tussen die studenten, dus je kon met die studenten gaan praten. Iedereen in de Filipijnen praatte ook Engels, dat is ook super tof, want je kunt daar echt mega duidelijk met die mensen communiceren. Dat is een groot verschil met andere Aziatische landen. Dus daar hebben wij dan de 2e week verbleven. Dat was wel echt, allee, voor ons, in the middle of nowhere. Dus dat was daar ook echt nog super onontdekt. Dus als we dan een dag vrij waren, dat was echt wel altijd een heel avontuur om ergens te raken, om te ontdekken wat het daar zelfs te doen was. Want zelfs op internet of zo kon je daar heel weinig van terug. Dus dat was ook al een avontuur op zich. En dat was eigenlijk een vrij innovatieve campus, voor hetgeen, voor hetgeen wat je daar verwacht had eigenlijk. Want ze hadden daar een climate change center en zo, waar ze van alle studies deden over het weer, omdat ze daar ook in een gebied zitten dat heel gevoelig is
voor natuurrampen. Ik kon het daar ook nog zien dat er nog wat restanten waren van natuurrampen dat tijdens de voorraad plaatsgevonden. In die cap is er bijna de tweede week vooral samengewerkt met de mensen daar. Je ziet hier in de eerste foto waar wij vooral zaten en we samenwerkten. En daar hebben wij dan de tweede week. De verschillende cases die wij hebben toegelicht, al hebben wij opgelost of proberen op te lossen door design thinking toe te passen. Dat is een techniek die we hebben toegepast voor die 2 weken. En eigenlijk hebben we dan ook prototypen gekregen. Dat is een eerste stap van design thinking, is wel dat je moet gaan praten met de mensen, kijken hoe die erover voelen, de verschillende partijen in acht nemen en kijken wat empathizing. Een tweede is het probleem definiëren. Wat is het probleem exact? Wat is het grootste nood van deze mensen? Wat is het grootste probleem? Dan gaan we allemaal verschillende ideeën creëren en verschillende ideeën bedenken. Wat zijn goede, wat zijn slechte ideeën? Heel veel verschillende ideeën creëren. En dan van drie van die ideeën hebben wij toen een pitch moeten doen voor de coöperatieve zelf. Dus hebben we toen een van die drie mijn ideeën uitgekozen. En daar hebben wij dan een prototype van gemaakt. Dat wij uiteindelijk hebben we getoond. Een aantal van die prototypes kun je zien op de volgende slide. Misschien mag ik ze maar overgeven. Dat is eigenlijk met ons prototype van Meijner dat we dat hebben. Dus we hebben daarmee een blueprint gegeven over hoe je een goede visserspond, visserij, kunt opstarten en halen. En daarin hebben we de plan gegeven met de beschrijving hoe dat ons moet doen. Dus we hebben een waterfiltersysteem, een watercirculatiesysteem. Het watercirculatiesysteem wordt uit gerecycleerde materiaal gemaakt. En het waterfiltersysteem is eigenlijk gemaakt uit zand, steen en kiezel. En door die verschillende lagen, de doorstroming en de chemische structuur, breekt dat eigenlijk bacteriën af en andere chemische stoffen zoals rood. En krijg je eigenlijk proper water na een uur. Die stappen staan eigenlijk aangeduid op de plannen dat we hier hebben, zodat het makkelijk is om dat toe te passen. En op het einde is er een open communicatie gedeelte, waarin er open vragen aanstaan en specifieke vragen naar de vissers toe. En op die manier kunnen zij dan eigenlijk terugfeedback geven en bestaat de wederzijdse feedback tussen de coöperatieven en de vissers zelf, omdat er ook een probleem van communicatie was. Dat is eigenlijk van de andere. Dat is om gemakkelijk mest van de kamion te krijgen, hoop ik. Omdat ze... Dus zoals dat je die links onderaan ziet, is dat eigenlijk een miniatuurversie van een transportband die we gemaakt hebben. Het duurde het bedrijfsproces die we in kaart hadden gebracht, hadden we eigenlijk gemerkt dat ze enorm veel fysieke arbeid moesten doen met zware meststofzakken die soms 50 kilo mogen, om dat 30 of 50 meter ver te krijgen naar de plaats waar ze dat de meststof behandelen met leem enzovoort en andere verwater enzovoort. Eigenlijk mogen we die stappen gaan uitsparen en hebben we erop gevonden om een transport, een foldable, dus een eindklapbare transportband, te maken eigenlijk, een prototype, zodat ze dat langs hun weg die ze eigenlijk afleggen door zwaartekracht te gebruiken, omdat ze op een omgeving die zeer snel was, die zeer snel naar beneden ging, en hebben we eigenlijk gedacht van moesten we nu allemaal volgen door transportbanden aan elkaar kunnen trekken, zodat ze die weg eigenlijk kunnen uitsparen en dan bijvoorbeeld die transportband kunnen leggen. En dat is dan ook gekozen uit het geheel vervoerd. Ja, bij ons waren de bankboekjes. Er zijn daar 2 groepen aan gewerkt eigenlijk. De eerste groep dat is een groep waar Rijk bij zat. We hebben ervoor gezorgd dat er een nieuw systeem was in de logistiek bij de verkoop van de barbecue sticks. We hebben dus voor gezorgd dat er een centrale partij was die eigenlijk alle sticks gaat opkopen bij alle gezinnen voor dezelfde prijs. En die gaat dan zelf al die sticks verkopen aan de verkoper. Dus dat maakt eigenlijk dat die een monopolie hebben en dat die zelf kunnen vragen voor die barbecue sticks wat ze willen. Dus je kunt eigenlijk 1 of 2 of 5% neervragen voor de sticks dat die maken en dan kunnen ze toch wel de juiste prijs krijgen voor het werk dat ze leveren. En de andere groep die ook aan de barbecue sticks zitten, die hebben al het afval dat ze produceren per dag eigenlijk allemaal samengekloten en die hebben daar een systeem voor verzonnen waarmee dat ze daar een soort karton mee kunnen maken. En dat karton dat is eigenlijk super goedkoop om te maken en dat gaan ze dan gebruiken om die barbecue sticks, want er komen altijd zo in pakjes, om die eigenlijk in te pakken dat het iets professioneler uitziet en dat ze dan ook weer iets meer kunnen vragen voor de producten.
Voor ons project hebben wij ook twee cases. In de volgende slide kun je het prototype zien voor een soort van veggie groente, eigenlijk een soort van gefrituurde veggie groente, maar gezond. En wij hadden, in ons groepje hadden we eigenlijk twee verschillende nieuwe soorten van rijstpackaging ontworpen en bedacht. En we hadden eigenlijk Father Jerry als fotootje, als voor icoon van naast Uncle Ben's Rice eigenlijk genomen. Father Jerry is een zeer bekend persoon in die regio in de Filipijnen. Dat is een missionaris uit België. Die woont nu al heel erg lang in de Filipijnen en die heeft verschillende dingen opgestart, zoals de hele coöperatie uit de scheiding van New York op om al te starten. En we dachten dus daarom dat misschien wel een goed idee was om hem te gebruiken als een beetje een poster child voor die packaging. We hebben twee verschillende soorten gemaakt. Eentje eigenlijk voor 1 tot 2 kilo rijst. Dat lijkt eigenlijk om is een grotere versie van een pak haaralslag eigenlijk, waar je heel gemakkelijk de rijst kan uitschudden. En de tweede versie was een soort van hervulbare zak. Voor de grotere hoeveelheden rijst, wat vooral de witte rijst eigenlijk is, omdat de Filipijnen vooral witte rijst eten. Dus we hadden daarvoor gesteld om daar een hervulbare zak te kunnen aankopen, die je gewoon elke keer als je naar de winkel gaat kan hervullen en kan hergebruiken. Dus zeer vriendelijk is voor het milieu. Ja, goed, over naar een iets minder academisch stukje. Ja, ook al. Je kreeg dus ook al redelijk wat van je af, buiten dagen dat je dan nog een keer zelf dingen mocht naar binnen zelf kon organiseren. Heb je ook een cultural visit gehad? Mogen we dat eigenlijk in? Er is een werelderfgoed van UNESCO die eigenlijk race buddies zijn. En volgens Jens wordt dat gezien als een wereldwonder. En we gaan zeggen dat dat redelijk impressionant is. De eerste dag ga je dus naar Banawi, als ik het niet verkeerd heb. Ja. De eerste dag ga je naar Banawi, waarin je een soort van kleinere vorm hebt van de race buddies. En op het einde van heel die bergbeklimming, zeg maar, kom je dan warm waterbrood tegen, waarin je kan baden of in het grootwater van de waterval zitten ofzo. En zo, het zicht is eigenlijk gewoon wat adembenemend en het leuke is dat je even weg bent van de scholen, van alles dat de manier met project, ga je dan ook in een hotel slapen, naar de zwembad en al zo'n ding. Dus tegen is dat dan ook wel echt super goed eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. En in de tweede dag kreeg je dan een vrije keuze, ofwel mocht je de zondag uitslapen en bleef je in het zwembad achter met Bawa-leerling, of ga je mee naar het bad en dat had je de UNESCO erfgoed paddies. Die super gigantisch waren, en ik zie ze in de rechts staan. Zijn dat die hier links? Nee, rechts. Rechts? Ah ja, dat is waar. Dat zijn de dieren, dat zijn die rechtsonder. Dat zijn de roosten die er waren. En dat was echt al, ik weet niet hoe dat ze er verdrongen die dag in. Vroeg. Ja, dat was vroeg. Dat was 36 of zo dat we al weg waren, denk ik. En tegen 9 uur of zoiets, 8 uur zomaar, waren we dat al. En dan moest je nou weinig aan je dag, maar moet dat weten, de zon gaat er onder op 9 uur in die 30, dus je moet er vroeg bij zijn, hè, als je heel van je dag gaat. Weet die cultural visit, ja, ik weet niet dat er een anders iets over gaat delen is. Weet die persoonlijke bevindingen erover. Zijn er die niet meer geweest zijn, waarom is er de andere niet meer geweest? Is er hier niemand mee geweest? Ja, dat is wel altijd. Maar goed, maar, dus, ik ben maar een stukje opnieuw geweest van de cultural visit, maar ik heb ook wel ervaren als je de weg terugneemt, als je dus dan echt dus, het gewone Filipijnse leven ingaat, moet je eigenlijk zeer communicatief zijn en moet je gewoon echt aan mensen gaan vragen van hoe moet ik daar aan, hoe moet ik daar aan, want de informatie kun je niet zomaar vinden, like je in taal gewoon. Kijk tot sport en staan. Nee, je moet echt dingen gaan vragen en dan zeggen ze: je moet naar daar gaan of je moet daar gaan staan om die bus te nemen. Ja, of ze zeggen: doe dan naar links, naar links zetten dan niet. Dus. Maar ze zijn zeer communicatief en zeer hulpgevend naar, ook naar Westerlingen toe. Ook als wij daartoe kwamen op de eerste universiteit, op SLU, werden wij soms als koningen behandeld. Want dat is, echt wel opkijken naar Westerling, naar de Blankpunt, omdat ze het gevoel hebben dat we hen gaan helpen. En dat was ook wel de planning om hen te gaan helpen, maar eigenlijk meer naar het wisselwerking. Wat dat ook wel gelukt is gedurende die twee weken. Maar ik zeg het jullie, ik denk dat het voor ons allemaal een leerrijke ervaring was. En denk ik dat sowieso het wel kunnen aanbevelen aan toekomstige studenten, ook naar volgend jaar toe.
komen dan 18 Filipijnse studenten ook naar België. Dus als het aan de hand, ik denk dat de kathleden altijd aan de hand doet. Want dat is net weer, ja. Want dat is net, dan is het North Intensive Program en dan lopen we dat ze naar hier komen waarschijnlijk. Yeah. Dan komen de Filipijnen bij ons hier doorheen en komen ze weg naar cases. Dus het wordt ook zeker vast staan. Ja. Als je dacht dat we wandelen, dan is het hier aangekomen. Ja, ja. Want, weet je wat de vragen zijn? We zullen... Salahat, dat is een Filipijnse vraag. Dus dat was voor u, dan gaan we mee naar de dagelijkse delegaties. Ja, dat is goed. Wil je wat nog vragen? Iemand vragen? Het was niet aan de hand. Moest je naar je. De ene keer reed. Ja, dat was het. Je hebt een jeugd van de hele dag.